Dank, voorzitter. Ook wij hebben 3 moties, dus ik zal die snel in gaan dienen. Motie 1. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterend dat aandacht voor het gespecialiseerd onderwijs lijkt te ontbreken in de nieuwe ambities van de minister om tot inclusief onderwijs te komen, terwijl die er eerder duidelijker in stond. Constaterend dat ondanks de interventie van passend onderwijs het aantal leerlingen op het gespecialiseerd onderwijs is toegenomen. Overwegend dat gespecialiseerd onderwijs een belangrijke rol inneemt voor de grote groep leerlingen en daarmee ook passend onderwijs is, verzoekt de regering het gespecialiseerd onderwijs duidelijk terug te brengen in haar ambities en daarmee het voortbestaan daarvan te garanderen voor leerlingen met specialistische onderwijs- of ondersteuningsbehoeften en gaat over tot de orde van de dag. Motie 2. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat er op dit moment geen maximum geldt voor de groepsgrootte in het funderend onderwijs. Constateren dat Nederland boven het Europese gemiddelde zit aangaande de klassengrootte. Overwegende dat groepsgrootte bepalend is voor de hoeveelheid aandacht die de docent per leerling kan investeren en daarmee voor de mogelijkheden tot signalering en het bieden van passend onderwijs. Overwegend dat kleinere klassen op termijn zullen leiden tot een aantrekkelijker vak en daarmee meer docenten. Verzoekt de regering in het funderend onderwijs te komen tot een wettelijk vastgelegd een maximale klassengrootte per onderwijsniveau en tot die tijd het Europees gemiddelde te hanteren als streefgetal en scholen verantwoording af te laten leggen als hiervan afgeweken wordt en gaat over tot de orde van de dag. Een vraag van meneer De Kort voor u. Ja, dank voorzitter. Want ik vind het een heel sympathiek voorstel, hè? Kleinere klassen, dat lijkt me alleen maar goed, hè? Ook voor de leerlingen. Ook voor de leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Maar de praktijk is nu wel dat we een enorm lerarentekort hebben. En ik ben bang, en ik ben benieuwd hoe de heer Soeboer dat ziet, dat met een maximum aantal leerlingen in de klas, ja, dat we niet het lerarentekort alleen nog maar groter gaan maken. Zeker in de grote steden of juist in, die, ja, in de regio waar je weer, ook weer moeite hebt om leraren te vinden. Hoe ziet de heer Soeboer dat? Laat me vooropstellen dat ik de zorg van meneer De Kort begrijp. Alleen is het wel zo dat er een moment moet komen dat we het beeld moeten gaan kantelen. Dat we dus het lerarentekort aan moeten gaan pakken. En dan moet je dus een interventie durven plegen. En ik ben ervan overtuigd dat kleinere klassengroottes op termijn zullen leiden tot een aantrekkelijker vak. En dus ook tot meer docenten die het vak willen beoefenen. En er staat ook nog een punt in mijn laatste stukje van het dictum. Dat we zeggen, probeer daartoe te komen. Dat hoeft niet dit jaar, dat hoeft niet volgend jaar. En tot die tijd zou je kunnen zeggen, we gaan eens kijken wat nou het Europees gemiddelde is per onderwijsniveau. Dat noemen we als streef- of richtgetal. En scholen die dat niet waar kunnen maken, die kunnen daar gefundeerd van afwijken. Want er zijn natuurlijk situaties denkbaar waar het op dit moment niet lukt om daaraan te gaan voldoen. Meneer De Kort. Ja, dank voorzitter. Ja, nogmaals, een stip op de horizon van de kleinere klas, die kan ik goed volgen. Maar we hebben het ook te weinig over de uitvoerbaarheid. En ik maak me zorgen om de uitvoerbaarheid van deze motie. En dan ben ik nog benieuwd, want u geeft wel aan dat klassen moeten kunnen afwijken. Ja, wie gaat dan toetsen of beoordelen of dat voldoende onderbouwd is? En of die klas dan wel weer groter mag zijn? Ja, meneer De Kort, dat is natuurlijk altijd het vraagstuk. Wie gaat controleren en wie gaat ervoor zorgen dat het goed gaat? Daar zou bijvoorbeeld een onderwijsinspectie voor kunnen zijn. Alleen dit is nou typisch iets waar we dus niet het zwaard van Damocles boven scholen willen laten hangen. Dit is nou juist iets wat een motivatie zou moeten zijn om inderdaad die stip waar u het ook over heeft te bereiken. Dus dat is ook waarom ik in het dictum heb gezet dat die hardheidsclausule er altijd moet zijn om af te kunnen wijken als dat een gefundeerde afwijking is. Er zijn ook scholen in het landelijk gebied die bijvoorbeeld maar 7 lokalen hebben. Ik noem maar even wat. Dat leidt automatisch tot de situatie dat de klassen wellicht groter worden als je met gemengde klassen werkt. Dat zou een prima argument kunnen zijn om voor nu te zeggen, we redden die klassengrootte niet, maar we streven er wel naar. Dus dat is wat ik met de motie probeer te doen. En ik denk dat de klassengrootte terugbrengen een van de allerbeste dingen is die we op dit moment kunnen doen. Niet alleen om het lerarentekort aan te pakken, maar ook om de aandacht voor de leerling te vergroten. En zeker als het over passend onderwijs gaat, dan is dat broodnodig. Mevrouw Wisterveld. Ja, voorzitter, ik denk dat ook. Ik denk dat het terugbrengen van de klassengrootte enorm in het voordeel kan zijn, ook om het lerarentekort aan te pakken. Maar dan kijk ik wel even naar de volgorde, want dit is al een wat oude idee. Het ligt zelfs nog ergens op de plank van de SP in een wetsvoorstel. In D66. Er is toen uitgebreid advies ook ingewonnen bij een heel aantal instanties. Ik werkte toen bij de Algemene Onderwijsbond. En de grote bottleneck was het lerarentekort toen al. Dat lerarentekort is alleen maar toegenomen. En nou wil ik aan de heer Soepboer vragen of hij hiermee niet het onderwijsveld een worst voorhoudt. Op het moment dat er niet eerst wordt geïnvesteerd om het lerarentekort terug te dringen. En dan pas
het onderwijsveld ook te vragen om dit te doen. Want in die motie wordt heel uitdrukkelijk gewezen dat het onderwijsveld dit moet verantwoorden. Begint het niet andersom, zou niet eerst de overheid moeten investeren voordat dit soort vragen, verzoeken voorgelegd kunnen worden aan het onderwijsveld? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het juist aan ons is om met elkaar koers uit te zetten en om visie te hebben en visie te tonen. Dat heeft misschien wel een klein beetje aan ontbroken en ik hoop dat ik u aan mijn zijde vind bij het uitvoeren van deze motie. Want ik denk juist dat het goed is om de knoop door te hakken. En ik snap dat die donkere wolken van een lerarentekort daarboven hangen. Dat snap ik heel goed. Alleen ik denk toch echt dat het goed is om met elkaar te zeggen, die klassengrootte terugdringen, dat is wat wij belangrijk vinden. Daar gaan we voor en dat zit er op termijn aan te komen. En tot die tijd hebben we die hardheidsclausule altijd nog. We verplichten scholen dus nergens toe, maar we hebben een duidelijk streven om ergens toe te komen. En ik denk dat dat hier begint en dan kunt u inventariseren wat u wil en u kunt geld naar het onderwijs brengen wat u wil. Dat hebben we de afgelopen tijd ook gezien en het heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. Mevrouw Wisterveld. Voorzitter, volgens mij ligt hier een mooie uitdaging om dan een wetsvoorstel weer van de plank te halen. Dat is niet aan mij, maar dat is aan de andere twee links van me. Maar voorzitter, wat ik gewoon niet eerlijk vind, is dat de komende coalitie flink gaat bezuinigen op het onderwijs. En als wij met voorstellen komen, dan moet er altijd een financiële dekking bij. Dus ik wil de aftrap wel doen en ik denk dat die wordt overgenomen. Gaat dan ook op het moment dat zo'n voorstel echt concreet wordt ingediend, krijgen we dan ook de steun van de fractie van NSC. Ook als het gaat om het prijskaartje, dat ongetwijfeld dan gevraagd wordt. Want iedere keer als wij voorstellen doen, hoort daar ook een financiële dekking bij. Ik zie dit als een oproep aan het nieuwe kabinet om hier keihard mee aan de slag te gaan. En u heeft het over geld en over keiharde bezuinigingen. Er zijn een aantal maatregelen waar we inderdaad een bezuiniging op gaan uitvoeren omdat we genoodzaakt zijn om dat te doen. Maar dat wij gaan bezuinigen op het onderwijs op zich, dat is een fabeltje, mevrouw Westerveld. Er zijn een aantal potjes waarvan wij zeggen, gefundeerd, dat zou minder kunnen of daar zouden we zonder kunnen. Maar de structurele financiering van het onderwijs willen we juist overeind houden. Mevrouw Rodekerk. Nou, de heer Soeper die doet steeds alsof het bezuinigen op onderwijs een wetmatigheid is. Maar dat is het niet. Het is een keuze van de nieuwe coalitie. Het is een keuze om 1,8 miljard op het onderwijs te bezuinigen. Het is een keuze om nog 500 miljoen te bezuinigen dat nog niet ingeboekt is. Dus dat kan nog overal op terechtkomen. En het is ook een keuze om te bezuinigen op lerarensalarissen in die plekken van het land waar de tekorten het grootst zijn. De heer Soeper doet nu een voorstel, klinkt inderdaad hartstikke mooi. Kleinere klassen willen we al heel lang. Maar daarmee zegt hij, we kijken naar het Europees gemiddelde. Basisonderwijs in Europa, 20 leerlingen per klas gemiddeld in Europa. In Nederland is dat 23 leerlingen. Waar gaat de heer Soeper dat van betalen? Ja, ik wil nogmaals zeggen, mevrouw Rodekerk die heeft het weer alleen over geld en over het maken van keuzes. Ja, het afschaffen van de basisbeurs was ook een keuze, mevrouw Rodekerk. Dat hebben we ook gezien. Het was een onfortuinlijke keuze waar u natuurlijk op terug bent gekomen, waar ik heel erg blij mee ben. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal keuzes die niet per definitie nu geld moeten gaan kosten. En waar we juist van zien dat als een nieuw kabinet met dat in het achterhoofd hiermee aan de slag zou gaan, dat we dan een stip aan de horizon hebben om naartoe te werken. En dan gaat het niet alleen over geld, want we hebben gezien wat er gebeurt als je alleen maar geld in potjes stopt en dat in het onderwijs stopt, mevrouw Rodekerk. Dat hebben we de afgelopen kabinetten gezien. Dan schieten we niks op. Dus we moeten misschien juist maatregelen nemen die niet per definitie gekoppeld zijn aan uw potjes, maar die wel op lange termijn effect zullen hebben op de aantrekkelijkheid van het vak. En nogmaals, we hebben oog voor die klassen en die scholen die zeggen we kunnen er op dit moment niet aan voldoen. Het is een streven. Mevrouw Rodekerk. Het klopt dat we de basisbeurs hebben teruggebracht in het kabinet met D66. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We zijn heel blij dat dat is gelukt. Want het is voor heel veel studenten ontzettend van belang. Maar nu wordt er een voorstel gedaan voor kleinere klassen, waar wij al heel lang voor pleiten. Maar er wordt geen geld tegenover gezet. En de heer Soeper die zegt dan, niet alle problemen in het onderwijs zijn opgelost, dus dan bezuinigen we maar gewoon. Die incidentele gelden, die moeten structureel worden. Die moeten niet worden wegbezuinigd. Dus als de heer Soeper zegt, ik ga echt hard mijn best doen om met een komend kabinet, want volgens mij kunnen we elkaar op het onderwerp vinden, geld te vinden voor kleinere klassen, daar geld voor uit te trekken. Dat moet dan ergens anders vandaan komen dan het onderwijs. Dan vindt u mij aan uw zijde. Ik ben benieuwd of de heer Soeper dat kan toezeggen. De financiële invulling laat ik aan het nieuwe kabinet, mevrouw Rodekerk. Daar ben ik hier niet voor. Ik wil alleen wel dit signaal afgeven. En ik hoop daarbij u aan mijn zijde te vinden, natuurlijk. Want volgens mij komen we voor een groot deel overeen. Mevrouw Beckerman. Ja,
Ik ga mijn interruptie wat positiever insteken, voorzitter. Want we kunnen hem ook omdraaien, denk ik. Er is een initiatiefwet gemaakt door SP, D66. Bij de SP noemen we dit de kleine klassenstrijd. Omdat wij inderdaad al heel lang strijden voor kleine klassen. Nou, zit denk ik, de wens leeft heel breed. Het probleem is dat we dat gewoon niet per motie gaan regelen. Dus mijn uitnodiging is eigenlijk gewoon aan de heer Soeboer. Van ja, zullen we hier als Kamer dan op gaan samenwerken en eens gaan kijken of we die initiatiefwet die er al ligt, waar we ook heel veel kennis en expertise voor hebben gevraagd en gekregen, of we daarmee als Kamer aan de slag kunnen gaan. De volgorde lijkt me dat we hebben nu het 2 minuten debat passend onderwijs. Daar ligt een motie voor. Als u die steunt, mevrouw Beckerman, en u komt aan ons zijde, dan zijn wij natuurlijk bereid om te kijken naar wat er in die initiatiefwet staat. En dan zijn wij wat ons betreft ook bereid om kamerbreed, en ik plak er geen termijn of iets dergelijks aan, te kijken hoe we met elkaar als commissie OCW ook hier aan kunnen gaan werken. Want volgens mij moet dat op alle treinen gebeuren. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, kijk, volgens mij is dat een mooi. Want kijk, die initiatiefwet, hè, daar kun je continu wijzigen wie dat ondertekenen. Dus mijn uitnodiging was er ook, nou, laten we eens kijken of we die met meer partijen kunnen indienen. Want het nadeel van moties, zeg ik zonder dat ik moties schaamte heb en er behoorlijk veel indien, is wel heel vaak het heel mooi is om moties in te dienen, maar volgens heb je natuurlijk niet altijd, kun je niet altijd regelen wat je daadwerkelijk wil. En het recht op initiatief is wel degelijk iets aan de Kamer. En we willen niet het onderwijs lekker maken met allerlei moties en allerlei claims en allerlei mooie woorden die volgens niet waargemaakt kunnen worden. Dat kunnen we wel met initiatief wetgeving. En ik wil dan als laatste even toch aan de heer Soeboer voorhouden, vragen. Het budgetrecht ligt ook bij de Kamer. Nou hoeft deze wet niet per definitie veel geld te kosten, maar de opmerking, ik dien een motie in en vervolgens gaat het nieuwe kabinet over het geld. Het budgetrecht is toch ook wel degelijk aan de Kamer. Deelt de heer Soeboer ook die mening? Ja, ik deel dat het budgetrecht bij de Kamer ligt, want zo is het natuurlijk. Het is alleen wel zo dat we eerst wel een integrale afweging willen zien van wat ons te wachten staat. En we zijn gewoon geconfronteerd met vrij grote bezuinigingsopgaven. Dus we moeten daar eerst een soort print van zien, een soort plaat van zien. En wat mij betreft kunnen we daarna eens even gaan praten aan mevrouw Beckerman, maar daar ben ik altijd toe bereid. Overigens is het een 2 minuten debat, mensen. Dus ik vind het op zich allemaal interessant. Maar dat is volgens mij niet helemaal de plek als dit niet in het commissiedebat eerder aan de orde is geweest. En dat zeg ik dan ook richting meneer Soeboer over zijn motie, die nog een derde motie aankondigde. Zo is dat. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat samenwerkingsverbanden een belangrijke positie innemen in het zorg- en onderwijsondersteuningsstelsel, dat de grondslag ligt aan passend onderwijs en doorverwijzing naar gespecialiseerd onderwijs. Constaterende dat er nooit gestuurd is op verzorgingsgebied bij de oprichting van samenwerkingsverbanden en er daardoor grote verschillen zijn ontstaan. Constaterende dat samenwerkingsverbanden zelf mogen kiezen welk model van ondersteuning en financiering zij hanteren, waardoor er grote verschillen zijn ontstaan. Overwegende dat er meer uniformiteit in de praktijk zal leiden tot meer duidelijkheid in het veld en meer grip op resultaten. Overwegende dat duidelijke sturing vanuit de overheid op de positie van samenwerkingsverbanden en de uitvoering van taken door de samenwerkingsverbanden kan leiden tot betere en meer meetbare resultaten, verzoekt de regering de werking en positie van de samenwerkingsverbanden te herzien en te sturen op 1 ondersteunings- en financieringsmodel met heldere kaders en duidelijke wettelijke taken en te komen tot een minder gefragmenteerde spreiding over het land. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer.